We staan hier voor het schilderij Rustende Venus van Karel Willink. Voor dit schilderij liet Willink zijn kersverse vriendin Wilma poseren. Nu was Venus in vroegere eeuwen vaak een goed excuus om een weelderig naakt te schilderen. Maar Willink heeft zijn Wilma bepaald niet elegant of verleidelijk weergegeven. Ze leunt met haar tanige lichaam wat onhandig achterover in het kale landschap. En ook de kleurenogen wat koel en afstandelijk. Maar de liefde tussen beiden was dat allerminst, want ze zouden bijna 30 jaar getrouwd zijn.